In deze film ga ik het tuigje bij dit veulen verwijderen. Ik krijg wel vaker de vraag over hoe je een tuig bij een paard verwijdert. Of ik zie vragen voorbij komen hoe je een riem bij een hond weghaalt. En dat gaat eigenlijk met dezelfde technieken die ik hier in dit filmpje ga laten zien. Op zich is het niet al te ingewikkeld. Laat ik even inzoomen op het hoofd van het paard. Het lijkt een beetje onscherp, maar deze foto is ooit gemaakt in 2005, dus 16 jaar geleden met een camera met maar liefst 6 megapixels. Dus ver inzoomen, dat gaat niet. We zitten nu op ongeveer 200%, maar voor het filmpje maakt het even niet uit. Het allereerste wat ik ga doen, dat is een selectie maken van het tuigje. En dat doe ik met het snelle selectie gereedschap. Dat vind je hierboven of bij de sneltoets W. En staat daar bij jou nou het toverstafje? Hou even de muistoets ingedrukt en je krijgt de twee gereedschappen. En kies dan voor snelle selectie. Zorg dat je gereedschap wat kleiner is dan wat je gaat selecteren. En klik er gewoon op om het mee te selecteren. Dat je een beetje te veel pakt, dat is op zich niet zo erg. Dat kunnen we weer keurig ongedaan maken. Doe dat. Niet opnieuw met het aftrekken in je snelle selectie-tool. Je kunt de Alt ingedrukt houden en dan bijvoorbeeld daardoor een gebiedje selecteren wat je niet wil mee hebben. Nou, voor kleine gebieden zou dat kunnen. Maar voor zoiets groots als dit hoofd, haal je er dan dingen af, dan gaat het niet helemaal goed. Dus daar pak ik de Lasso-tool voor. En ik hou de Alt ingedrukt. En ik trek er dit stuk van het hoofd gewoon netjes af. Ik heb nu een selectie en deze selectie is niet perfect. En dat maakt eigenlijk gewoon ook helemaal niet uit. Ik ga hem sterker nog, ik ga hem nog een klein beetje groter maken, zodat we er ruim buiten zitten. Dat geeft Photoshop goed de mogelijkheid om te rekenen naar wat er dadelijk in plaats van het tuigje moet komen. Dat doe ik via Selecteren en dan kies ik daarbij Bewerken voor Vergroten. En met hoeveel je dit moet vergroten, dat hangt af van je foto. Laat ik in dit geval gewoon eens 4 kiezen. En je ziet mijn selectie wordt een klein stukje groter. Is hij groot genoeg? Nee, nog niet. Dus ik maak hem nog een klein beetje groter via selecteren, bewerken en weer vergroten. En ik doe er nog een keer twee pixels bij. En zo denk ik dat we meer marge hebben. Ga je nou in één keer te groot, dan kun je bij selecteren, bewerken ook kiezen voor slinken en dan kun je hem kleiner maken. Maar dit is wel aardig. Deze selectie ga ik dus transporteren naar een nieuwe laag en alleen de selectie in dit geval. En dat doe ik hierboven via laag, nieuw en dan laag via kopiëren of de sneltoets Ctrl J. Zet ik de achtergrondlaag even uit, dan zie je dat dit alleen de selectie van mijn tuig is. En deze ga ik dus vullen met vullen in dit geval. En om hem te vullen moet ik dus eerst weer de selectie terughalen zoals we die net hadden. Dus dat is alle inhoud van de nieuwe laag die er bovenop is gekomen. En dat kan vrij eenvoudig door de CTRL-toets ingedrukt te houden en op het plaatje van de laag te klikken. En hij selecteert vervolgens alle pixels die in die laag aanwezig zijn. Deze selectie ga ik dus vullen. Dat doe ik via Bewerken en dan heb je daar Vullen met behoud van inhoud. Klik daar gewoon op en er komt een nieuw venster. Laat ik de oorspronkelijke afbeelding even opschuiven. En even inzoomen op wat Photoshop denkt dat het een resultaat mag zijn. Nou, op zich, uh, ja, twee ogen in een paard, dat is wel een klein beetje veel. Maar je ziet dat uh, op zich, ja, het is niet zo heel slecht gegaan. Er zitten nog wel wat foutjes in, die gaan we dadelijk gewoon keurig herstellen. Dat lukt allemaal prima. Laat ik om te beginnen eerst eens zorgen dat het oog niet wordt gedupliceerd. En dat ga ik doen door in de linker helft van de afbeelding het oog te deselecteren als iets waar Photoshop naar moet kijken. Er is namelijk een monstergebied. Als ik bijvoorbeeld even hier aan de rechterkant heb je monstergebied tonen aanstaan. Als ik die slider naar voren haal dan is alles wat groen is in mijn linker foto dat wordt gezien als hetgene wat Photoshop moet gaan proberen in het tuigje te stoppen, als het ware. En daar zit nu ook het oog bij. En als ik het dat uithaal met de kwast hierboven en daar de min geselecteerd en de grootte wat kleiner te maken en gewoon het oog te deselecteren, Photoshop rekent opnieuw en je ziet, mijn tweede oog is verdwenen. En dat is eigenlijk gewoon prima. Zijn er nog meer dingen waar Photoshop eigenlijk mee de mist in gaat? Het valt wel mee. Dit is op zich wel iets waar ik me redelijk in kan vinden. En ik klik gewoon op OK. Photoshop past het toe. En ik druk op Ctrl D om de selectie op te heffen. Nu heb ik dus dit. En dit moet ik gaan aanpassen tot iets waar het eigenlijk gewoon echt fatsoenlijk lijkt. Dus hieronder het hoofd en hierbovenop klopt het nog niet. En hierboven op zijn hoofd ook nog niet. Nou, dat gaat allemaal goed komen. Ik heb er een laag bij gekregen en om het duidelijk te houden wordt het tijd om de lagen namen te gaan geven. De achtergrondlaag kan achtergrond blijven heten. En laag 1, als je de alt ingedrukt houdt en op het oogje klikt, dan krijg je alleen die laag te zien. Nou, die laag is dus het tuigje, dus ik dubbelklik op het woord laag 1 en ik noem dat tuigje. Anders denkt mijn moeder dat er ook weer iets heel anders aan de hand is. En vervolgens, dit noem ik kloonresultaat. Wat moeten we gaan aanpassen? Nou, hier bij de neus, laat ik daar eens beginnen. Dat wil ik een klein stukje naar binnen drukken. Om ervoor te zorgen dat dadelijk al mijn aanpassingen ook weer gewoon makkelijk omgedaan kunnen worden gemaakt, ga ik deze laag eerst omzetten in een slim object. Wat is een slim object? Nou, dat is eigenlijk gewoon een laag, maar doe je aanpassingen dan uh, worden die niet rechtstreeks op de laag toegepast, maar die komen er eigenlijk bij. En je kunt altijd terug naar het filter en dingen aanpassen. Om hem om te zetten in slim object, klik ik er met rechts op en zeg ik omzetten in slim object. En je ziet bij mijn laagje komt een klein icoontje te staan. Ga ik nu filters toepassen op deze laag, dan kan ik daar straks altijd nog iets in veranderen. En het eerste filter wat ik toe ga passen, dat is uitvloeien. Klik daarop, er vormt zich een nieuw venster en je ziet alleen de laag die je moet zien. Dat is iets te weinig en hier aan de rechterkant kan ik dat nog gewoon aanpassen. Ik ga even wat dingen veranderen. Gezicht uitvloeien, dat kan ik dichtklappen. Maar de weergave opties wil ik het achterscherm tonen. En dat mogen best alle lagen zijn. En de dekking daarvan zet je niet op 100%. Het zou kunnen, maar zet je het net iets lager zodat je het verschil goed kunt zien tussen de laag waar je mee bezig bent en de laag die eronder zit. En ik zoom even in op de neus. Geen idee hoe dat bij een paard heet. Dan laat ik dit venster even wat kleiner maken dat het mooi binnen boord valt. En ik pak hier het vooruit verdraaien. Welk formaat gereedschap je moet hebben, dat is even afhankelijk van hoe groot je foto was. En je gaat hem eigenlijk met de rand van de cirkel naar binnen drukken. En ik denk dat dit wel aardig is. En druk op oké. OK. Hij lijkt weinig veranderd te zijn, toch wel een klein beetje. Je ziet daar nog een randje bij zitten, dat halen we straks weg. Ook hierbovenop is het eigenlijk niet zo fraai. Het is een beetje een bultje geworden en er staan geen manen op. Die manen gaan we in een later stukje terugzetten, maar ik ga eerst even dat bultje wegdrukken. Ik vertelde daar straks dat je bij slimme filters dus eigenlijk gewoon altijd nog terug kunt naar het resultaat. En je ziet mijn filter uitvloeien, hangt eigenlijk op. Onder de laag. Het, het is erbij gezet en niet in de laag toegepast. Klik ik nou op het woord uitvloeien, dubbelklik je daarop, dan kom je dus terug in het filter. En ik ga in dit geval een nieuwe aanpassing maken. Dus ik ga dit gewoon zachtjes naar binnen drukken. Je ziet ook mijn oorspronkelijke laag. Uh, laat dat uh, bultje zien. Je kunt hier bij achterscherm tonen kiezen voor de juiste laag. Als ik bijvoorbeeld zeg achtergrond als laag en die wil ik erachter hebben. Dan zie ik iets beter wat ik doe. En dat bultje dat is weg. Nou, ook hier bij de kin klopt er niet echt veel van. Dus door het gereedschap wat kleiner te maken kan ik hier ook gewoon mooier een lijntje van maken zoals het hoort. Doe je nou iets verkeerd, laat ik even gewoon heel rigoureus iets verkeerd doen. Dan zit er hier ook nog een gereedschap linksboven. Waarmee je het kunt reconstrueren. Dus je kunt daarmee teruggaan naar hoe het voor het filter was. Je ziet dat het gewoon weer terugkomt. En ik doe het even opnieuw en dan wel goed. Ik denk dat we zo wel misschien een aardig uitgangspunt hebben. En ik druk op OK en eens even kijken waar we zijn gebleven. Nou, perfect is het nog niet. Op het hoofd hierboven vind ik het goed. De neus ook. Hieronder kan het nog wel ja wat gelijkmatiger, dus ik ga weer even terug naar uitvloeien. En ik streef hier niet de absolute perfectie na, dat komt dadelijk nog wel, want ik ga ook nog met het kloongereedschap aan de hand en druk op OK. Zet ik deze laag nu even uit, dan zie je dat dit hieronder dat dat zo hoort. Daar heb ik dus gewoon totaal geen effect op gehad. Ga ik nu de andere imperfecties eruit halen? Ik maak een nieuwe laag aan. Dat doe je hierboven via laag nieuw en laag of met Ctrl Shift N. En deze noem ik klonen en druk op OK. Vervolgens ga ik met het kloongereedschap nog wat dingen doen. Het kloongereedschap dat vind je hier of onder de sneltoets S. En belangrijk is dat je hierboven aan hebt staan monster van de huidige en onderliggende laag. Standaard zal het staan op de huidige laag. Nou, de huidige laag klonen die is leeg. Dus ga je nu aan de slag, dan gebeurt er gewoon helemaal niks. Want je kloont immers lege pixels naar een nieuwe plaats. Dat randje hier bij de neus, dat is het eerste wat we weg gaan halen. Ik maak het gereedschap even wat kleiner en ik druk op de alt om een brongebied te selecteren. Nou, ik pak uh, dit stukje hier, ik klik één keer, ga naar mijn streepje toe en als ik nu de muistoets ingedrukt hou, dan haal ik dat op zich keurig weg. Het kan wat sneller als je de dekking op 100% zet. Dat is misschien wel een beetje aan te raden. En hieronder zit er ook wat artefacting. Ik pak de alt ingedrukt, druk daar en haal dat gewoon netjes weg. Dit stukje lijn wil ik wat beter aan laten sluiten. En dat stukje lijn dat vinden we dus in de laag met het klonresultaat. Vrij eenvoudig selecteer ik die laag. Ik pak mijn lasso-tool. En ik selecteer daar een beetje omheen. Ruim omheen. En dit stukje selectie ga ik weer naar een nieuwe laag brengen. En ik gebruik daar de sneltoets Ctrl-J voor. Laat ik die laag Kin noemen. Nou, ik heb nu dus een nieuwe laag met alleen dat stukje Kin. En dat ga ik een beetje verdraaien. En vervolgens ga ik naar het transformatiegereedschap met de sneltoets Ctrl-T. Ik zoom weer een stukje in en ik draai hem gewoon. Bij een van de hoekjes een klein beetje bij. Sleep hem een klein beetje naar boven dat hij er iets mooier in past. Of kun je eventueel ook, als het echt om pixels gaat, met de losse pijltjes toetsen doen en klik hierboven op het vinkje. Ik zet mijn laag klonen weer aan. Ga terug naar mijn kloonlaag. en kloon dit lijntje gewoon even een klein beetje verder. En je ziet hoe pixelachtig mijn foto eigenlijk is. We zijn ontzettend ver ingezoomd, 860 procent. Dus we werken echt gewoon heel precies. Nou, en hier bij de overgang kloon ik het ook gewoon dicht. En ik zoom weer uit naar 100%. Zoom ik nog even in om er globaal overheen te kijken. Er staan op sommige plaatsen wat scherpe randjes. Die haal ik ook gewoon weg. Laat ik Photoshop ook lekker zelf voor rekenen. En dat doe ik hier met het retoucheer pencil. En dan kies je het snel pencil en ga je er gewoon overheen. Zorg wederom dat monster van alle lagen is aangevinkt. En kijk gewoon wat het mooiste resultaat geeft. Het tuigje is weg. Um, Eén klein stukje nog. De manen hierboven laten we gewoon die ook gaan reconstrueren. Ik maak een nieuwe laag aan: Ctrl Shift N. En die noem ik dan een manen. En ik ga gewoon eenvoudig met het kloongereedschap aan de slag om dit stukje van de manen ook daar neer te zetten. Klein donker plekje nog hierboven wat ik weg wil hebben. En zo moet het wel kunnen. En zo eenvoudig is het dus eigenlijk om een tuigje te verwijderen. Dit was de originele foto en dit is wat we er uiteindelijk van gemaakt hebben. Ik zou zeggen bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer en doei doei.